lijkt me leuk om weer een echte klassieker te gaan doen. En zoals je al in de titel van deze video hebt gezien, is dit mijn shoe stash video. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik er eentje heb opgenomen. Ik weet niet eens hoe lang geleden eigenlijk. Heel erg lang. Dus ik dacht, ik vind het heel erg leuk om een updated versie te doen. Ik heb mezelf even omringd met allemaal schoenen. Ik moet wel even zeggen dat ik nu alleen de schoenen heb gepakt uit de kast. Die zeg maar de schoenen bevatten die voor dit seizoen handig zijn. Want ik heb ook nog twee andere dozen waar bijvoorbeeld slippertjes in zitten. Sneakers die ik niet echt meer draag. Maar dat is wat meer zomerspul. Als ik ook al die slippers en andere dingetjes erbij had moeten laten zien, dan was deze video waarschijnlijk veel te lang geworden. En daar zitten jullie misschien ook niet op te wachten. Dus dan wens ik jullie heel veel plezier met kijken. Ik begin met deze laarsjes. Deze zijn van Public Desire. Ik was heel erg lang op zoek naar een simpele zwarte enkellaarsjes met een niet al te hoog hak, zoals deze. En deze komen wel heel erg goed in de buurt. Het is wel nep suède waar ik eigenlijk niet zo heel erg van hou. En ze zijn ook niet super comfortabel, maar ik kan er wel redelijk op, redelijk tijd op lopen. En ik vond deze laarsjes gewoon heel erg handig altijd om gewoon onder iets te dragen als ik net iets netter gekleed moet. Dus deze. Volgende paar is een laag paar Chelsea boots. Deze heb ik van Tara overgenomen omdat ze voor haar net iets te klein waren. En ik heb iets kleinere voeten. Dus voor mij passen ze wel heel erg goed. En dat zijn gewoon deze. Ze zijn super chill, makkelijk. Deze zijn wel van echt leer. Dus dat vind ik ook heel erg mooi. En is wel heel erg leuk ook voor straks in het festivalseizoen. En dan heb ik ook een hoger paar Chelsea boots. Maar dan dus inderdaad met een hak. Deze zijn van Invito. En ze zijn van echt leer. Ik heb ze niet zo heel erg vaak gedragen. Omdat ik ze toch net iets te netjes vind staan als ik ze echt bij me aan heb. Omdat ze best wel zeg maar strak rondom mijn enkel zitten. Dat is persoonlijk iets waar ik niet zo heel erg van hou. Maar ik doe ze gewoon niet weg. Omdat het nog steeds wel echt een heel erg mooi klassieke laarsje is. Dat volgens mij gewoon altijd nog wel kan en staat. Dus dat zijn deze. Oh ja, en de vorige laarsjes zijn trouwens van Duo Boots. Volgens mij is deze merknaam nu veranderd, maar misschien dat je het toch nog kan vinden. Volgende paar heb ik nog in de doos zitten, want het is mijn allernieuwste toevoeging aan de Shoe Stash collectie. En dat zijn deze hakken. Zo zien ze eruit. Ze hebben hierboven dus een enkelband en hier ook nog een buckle en hier ook. En dat zorgt ervoor dat ze echt heel erg stoer eruit zien. Hij heeft een best wel hoge hak. Volgens mij is dit 9 centimeter. Dat is wel echt aan de hoge kant voor mij. Maar ze lopen wel heel erg goed. Omdat het echt zo'n super brede chunky hak is. Hij loopt zelfs nog ietsje uit. En dit gedeelte waar je met de voet op zit. Dat zit ook echt super lekker. Ik vind ze echt heel erg gaaf. Ik ga deze hopelijk binnenkort dragen. Als het iets warmer is. Ze komen bij Lovies vandaan trouwens. En ze hebben deze als het goed is nog in alle maten. En ik vind ze echt gewoon heel erg gaaf. Het volgende paar dat ik heb zit ook nog in de doos. Maar dat is meer zodat ze niet al te veel stof krijgen. En dit paar is ook van Public Desire. En ze zien er zo uit. Ze zijn ook van nep suède. Dus ze lijken eigenlijk heel erg op die enkellaarsjes die ik als eerste liet zien van Public Desire. Maar dit is dan zeg maar de overknee variant. Hij komt ook echt best wel hoog. Dat vind ik heel erg mooi. En ook deze hak is niet zo heel erg hoog. En dat zorgt ervoor dat je echt prima erop kan lopen. Ik ben echt heel erg blij met deze. Nou, nu kom ik aan bij een paar van mijn sneakers. Waaronder deze. Dit is de Skate High. Ik zei het inderdaad in een andere eerdere video fout. Maar goed, dat zijn dus deze. Dit zijn echt mijn favoriete schoenen op het moment. En ik had ze dus, of ik heb ze dus in verschillende kleuren. Dit is een limited edition variant. Omdat deze canvas en suède bij elkaar heeft. Maar je hebt dit model ook gewoon helemaal in canvas of helemaal in suède. Het zijn super fijne schoenen. Ik vind ze heel erg lekker zitten. En ja, deze draag ik echt heel erg vaak. Nou, die schoen heb ik dus ook in deze variant. Gewoon met zwart en wit. Ook deze draag ik heel erg vaak. Is volgens mij inmiddels ook best wel goed te zien. Dit zijn echt topschoenen. Ze lopen super lekker. Hier kan ik echt dagen op rondlopen en gewoon geen last hebben. En dit is ook gewoon, ja, de stijl vind ik gewoon heel erg leuk. En dan ben ik nog niet klaar, want ik heb dat model ook in deze variant. Hij is wel net ietsje anders, want hij is helemaal van leer. En hij heeft hier van die geperforeerde gaatjes hier aan de zijkant. En hij heeft een rits aan de achterkant, dus daarmee kun je ook wel heel makkelijk in en uit de schoen gaan. Ik vind deze ook heel erg leuk. Volgende schoen is ook weer in dit model, maar ook deze is weer net ietsje anders. Deze, hij is van hemelse werden en wat anders is, is dat hij van die franjes hier heeft aan de bovenkant. Lopen ook heel erg lekker en je hebt ze ook in rood en in groen trouwens. Ook heel erg leuk. Maar ja, met deze ben ik ook heel erg blij. Volgende schoen is deze van Puma. En hij heeft een plateauzool. Hij loopt ook echt super lekker. Wat je ook niet altijd hebt met plateauzool, die
kunnen soms een beetje stijf zijn. Maar deze lopen echt super lekker. In onze afgelopen vakantie in Amerika heb ik deze ook heel vaak gedragen. Vind ze ook gewoon heel erg leuk staan onder lange jeans. Maar ook met shorts staan ze heel erg leuk. Natuurlijk heb ik ook nog een paar Converse. Deze schoenen koop ik al jarenlang constant opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dan vooral deze lage variant. Eigenlijk heb ik geen hoge namelijk. En ik vind deze lage gewoon super chill. Vooral de zwarte. Dit is echt een schoen die je al jaren in mijn garderobe of in mijn shoe stash vindt. En deze blijf ik ook heel erg vaak dragen. Die schoen heb ik ook in het Bordeaux rood. En ondanks dat ik deze kleur echt super leuk vind, draag ik ze eigenlijk niet zo heel erg vaak. Ik heb toch iets van, ik ga dan liever voor de zwarte schoen. Ik weet niet, rood aan mijn voeten. Ik vind het nog, ik weet niet, het lukt gewoon niet altijd heel erg goed. Maar ze zijn nog steeds wel heel erg tof. Van de Vans die ik net liet zien, heb ik trouwens ook nog het lage model. Dat is deze. En ja, hij ziet er wel echt heel erg gedragen uit. Maar toch vind ik deze schoenen helemaal niet lekker zitten eigenlijk. Ik heb ze heel lang gedragen met gewoon geen pijn. Er was niks aan de hand en ik vond ze gewoon super chill. En op een gegeven moment deed ze gewoon echt super veel pijn. Aan de achterkant kreeg ik blaren. Hier aan de voorkant kreeg ik blaren. Ik weet niet zo goed wat het is. Ik vind het super jammer, want ik vind de stijl nog steeds heel erg tof. Maar ik vind deze echt veel pijnlijker dan de hoge variant. Dus daarom grijp ik eigenlijk altijd naar de hoge variant. Maar het blijft nog steeds wel echt een heel leuk schoentje. Ik ga trouwens wel een beetje doorgaan met wat ik hier heb liggen. Dus sneakers, boots, platte schoenen, hoge schoenen. Dus ik hoop dat jullie dat niet al te erg vinden. Maar dat zorgt misschien wel wat voor afwisseling. Dus ik ga nu maar gelijk verder met deze schoen. Dit is de Nike Roche Run, als het goed is. Ook een super fijn schoentje. Dus een van de comfortabele sneakers die ik ooit heb gehad. En ja, dat is deze. Ik denk dat jullie deze wel kennen. Heel erg bekend en blijft gewoon een super fijn sneakertje. Heb ik ook nog hier wat sportschoenen liggen, want ik heb een beetje gewisseld tussen de schoenen die ik heb. Hier heb ik de Nike Lunarlon sneaker, als het goed is, de Lunar Glide 3. Deze is wel heel erg lekker om mee te hardlopen, omdat je daar wel echt gewoon goede steun hebt voor je voeten. Dus dat zijn deze sneakers. Dit is ook een super fijne sneaker. Dit is de Nike Free Run 2. Deze zit ook echt super lekker. Zoals je kan zien, hij is heel erg comfortabel en flexibel. Dit is ook echt een super fijn sneakertje. Ik droeg deze sneakers eerst gewoon voor overdag. Maar de laatste paar maanden heb ik hem meer gedragen om in te sporten. Omdat ze ook echt super lekker aanvoelen. Volgende sneaker die ik hier heb is ook weer van Nike. Dit is de Nike Air Huarache Run, dacht ik. Ultra uit mijn hoofd. Super fijne sneaker. Er zitten hier veters op, maar eigenlijk dienen die volgens mij maar voor niks. Want je kan hem gewoon hier zo heel makkelijk aantrekken. Het is net eigenlijk een slof. Dit is echt mijn go-to schoen als ik even snel naar buiten moet. En gewoon even iets aan mijn voeten moet hebben. Super fijn, maar tegelijkertijd zijn ze ook gewoon heel erg leuk. Ik heb ook nog de bekende Adidas Superstar sneakers. Dat zijn deze. Die kennen jullie vast wel, want volgens mij liep heel Nederland en heel de wereld hierop. Maar dat is ook niet zo gek, want deze zijn echt mega comfortabel. Ik had niet verwacht dat ze zo comfortabel zouden zijn. Maar ik heb deze ook echt heel erg vaak gedragen. Ik moet zeggen dat ik ze tegenwoordig wel iets minder vaak draag. Omdat ik een klein beetje misschien op ben uitgekeken. En ik zie wat van die vouwen erin. En dat vind ik niet zo heel erg mooi. Ik vind eigenlijk deze schoenen het mooist wanneer ze echt nog helemaal wit en perfect zijn zonder echt foutjes erin. Maar dit zijn nog steeds wel echt super fijne sneakers. Volgende schoentje die ik heb is een slip-on shoe. Deze is van Gio Seppo. Hier heb ik ook echt geweldige sandaaltjes van. En dit paar heb ik van Serena overgenomen omdat deze net wat te klein voor haar waren. En zoals ik al zei, ik heb een kleinere maat. Kleiner als zowel bij Serena als bij Tara. Dus dat is een gelukje. Maar het enige is dat deze echt heel veel pijn doen aan de achterkant van je hiel. Het is wel leuk dat hier gewoon elastiek is gedaan. En lekker een luipaardprintje, een echt vastje. Maar ze lopen nog niet heel erg comfortabel genoeg. Heb ik ook nog dit gekke laarsje. Deze heb ik echt al heel erg lang. Ik zou zeggen iets van 5 jaar. Deze is van Bershka. Heb ik destijds in Barcelona gekocht. En het is helemaal van leer. En hij heeft hier allemaal van die stoere studs erop. Ze zaten eerst echt super strak, maar ze zijn helemaal goed uitgelopen. En ik vind deze nog steeds echt heel erg gaaf. Heb ik nog een overknee laars en dat is deze. Deze heeft gewoon een kleine of eigenlijk gewoon een platte hak. En deze zijn ook van Nepsuede. Ik heb ze echt al heel erg vaak gedragen, dus ze zien er niet echt heel erg netjes meer uit.
Maar deze zijn wel heel erg fijn, al zakt een beetje de bovenkant wel af. Deze zijn van Lovis trouwens. Volgende boot is deze. Dit is echt een chunky boot. Deze stijl heb ik eigenlijk van Tara overgenomen. Ze draagt echt al heel erg lang van die chunky boots. En ik dacht, weet je, ik wil het eigenlijk ook wel een keertje uitproberen. Want ik mag ook wel een beetje wat lengte soms gebruiken. Vooral als zij de hakken draagt, dan ben ik soms echt heel erg klein. Deze chunky boots zijn van Invito. Ze zijn van echt leer. En zoals je kan zien, zijn echt mega chunky. Ze lopen echt goddelijk. Het is net eigenlijk alsof je helemaal niet op hoogte loopt. Maar dat komt omdat hier ook al een beetje hoger plateau zit. Dus deze zijn wel heel erg top. Ik doe ze eerst best wel vaak eigenlijk. Maar toch is dat de laatste tijd wat minder geworden. Omdat ik niet helemaal zeker weet of het nog echt mijn stijl is. Maar ik vind ze nog steeds wel heel erg chill. Dus daarom ga ik ze zeker nog niet wegdoen. Kom ik aan bij de Dr. Martens. Dit is gewoon een heel basic standaard model. Gewoon met zwart en... zwart eigenlijk. Deze zit echt super lekker. En super zacht inmiddels. Heb ik ook een wit paar Dr. Martens. Deze zijn super leuk omdat het leer hier een beetje gecrackt is. Alsof het droog is en alsof het bijna af gaat vallen. Dus dat is wel een heel erg leuk detail. En hoe vaak je ze gaat dragen, denk ik dat het op veel meer plekken komt. Want ik zie het hier ook al een beetje gebeuren. Ik draag ze niet heel erg vaak omdat ze wit zijn. En dat vind ik toch een beetje lastig. En dan lijken mijn benen vaak wat korter. Wat ik dus niet echt heel erg tof vind. Maar ik vind ze nog steeds wel echt super gaaf. En dan heb ik nog een paar Dr. Martens. Dit zijn de nieuwste Dr. Martens die ik heb. En Dr. Martens ging toen openen in Utrecht. En daar mocht ik deze uitzoeken. Ik vind ze echt super gaaf. Deze zijn dus heel erg anders dan andere Dr. Martens die je misschien wel kent. Ze zijn namelijk niet van leer. Maar ze hebben een soort van satijnachtig stofje. En dan zit er een hele gave zilveren print op van een soort van boom. En wat ook heel cool is, is dat deze vetergaten echt heel groot zijn. Die zijn echt lekker vergroot. En er zitten van die satijnen, van die fluwelen veters in. En dat geeft deze look van deze schoen echt wat meer een soort van gothic vibe. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Want ik combineer het vaak gewoon met een hele basic outfit. Gewoon basic top, simpele zwarte jeans. En dan zijn deze toch wel echt nog de eye-catcher van de outfit. En ze lopen trouwens ook echt heel erg lekker. Veel lekkerder als normale Dr. Martens. Jullie weten vast wel dat je die echt extreem moet inlopen. Deze hoefde ik gewoon niet in te lopen. En ik vind ze gewoon super fijn. Dan heb ik nog een schoentje en dat is deze. Dit is een cut-out buckle boots. Deze zijn de knock-off versie van de Balenciaga schoenen. Dat zijn de boots die echt nog heel erg op mijn verlanglijstje staan. Al jaren en jaren. Maar ze zijn wel echt heel erg prijzig. Dus voor nu heb ik eventjes een knock-off bootie. En dat is deze. Ik heb ze echt al heel erg lang. Ik zou zeggen 4-5 jaar. En ze lopen echt super lekker. Ik weet nou niet zeker of het echt leer is of nep leer. Maar ze lopen heel erg lekker. Ze gaan al meerdere jaren gewoon goed mee. En ik draag ze gewoon onder shorts. Maar ik draag ze ook eigenlijk gewoon in de winter met een sok erin. Van die Aziatische websites heb je vaak ook van dit soort knock-off modellen. Misschien staat deze er ook nog bij. Ik vind ze wel echt gewoon heel erg leuk staan. Heb ik ook nog dit paar Clarks. En dit zijn de zwarte. Ik heb ook een legerprintje gehad. Maar die droeg ik uiteindelijk niet zo vaak. Dus die heb ik weggedaan. Maar ik heb deze zwarte wel. Ze zijn echt wel flink gedragen. Dat is wel te zien. Maar ik vind deze nog steeds echt super leuk. Ik heb ze wel echt een tijdje moeten inlopen. Ik heb echt bloedende enkels hiervan gehad. Maar nu lopen ze echt goddelijk. En ik vind de stijl gewoon nog steeds ook heel erg leuk. Dit zijn echt wel topschoenen. Ja. En als laatste heb ik mijn Isabel Marant Bobbies. Dat zijn deze. Deze hebben een verborgen hak erin. En die komt tot ongeveer hier, denk ik. En het is dus een sneakertje. En ik ben heel erg blij met deze. Ik heb deze van mijn vriend gehad voor mijn verjaardag een paar jaar geleden. En ik vind ze nog steeds echt super gaaf. Ze zijn lekker... Een beetje nonchalant omdat je hier heel veel van dat stof over hebt dat zo bij elkaar gescrunched is. En ik vind deze gewoon echt super fijn. Ik kan hier niet uren op rondlopen, dat moet ik echt wel eerlijk toegeven. Want dan doen toch wel mijn voeten pijn. Maar het is wel echt een super leuke schoen. Ik vind deze echt nog steeds helemaal top. Nou, dit is mijn shoe stash op het moment. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En laat me vooral eventjes in de comments weten welke schoen jouw favoriet is op het moment. En welke schoen van deze selectie jij misschien ook wel thuis hebt staan. Lijkt me ook heel erg leuk om te lezen. Vergeet ook zeker niet deze video een duimpje omhoog te geven en je te abonneren op ons kanaal. Je kan ook nog eventjes op het belletje drukken en dan word je ook nog op de hoogte gehouden van wanneer er weer een nieuwe video is. Maar sowieso kan je er eentje op elke woensdag en elke zondag verwachten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar mijn shoe stash te kijken. En dan zie ik jullie snel weer in de volgende video. Doei!